En op de tentoonstelling Niet Netjes kom ik tegen Monique Sluiter. Kan ik zeggen dat je de ongekroonde koningin van de erotiek bent in Nederland? Mag ik dat zeggen? Ja hoor, tuurlijk mag je dat zeggen. Ik word ook wel eens beschermvrouw van de erotiek genoemd. Dus omdat ik toch altijd wel vind dat erotiek is een beetje een kwetsbaar item. En dat mag wel een beetje beschermd worden. Ja. Dus bij deze. Waar ben je allemaal mee bezig tegenwoordig? Wat doe je allemaal? Veel tv, ja? Ja, ik heb net mijn seizoen in Italië afgesloten. Dus dat doe ik ook in het Italiaanse show Showgirl voor modellen. Dus ik wil straks wel een stukje doen hoor. In het Italiaans. Ciao, amore, weet je wel. Zit je bij Rai Uno? Het is van Mediaset. Dat is ook van het kanaal van Berlusconi. RTL heb ik net afgesloten. Want we zijn met de nieuwe formule een beetje vrouwvriendelijker bezig. Dus niet te veel sms meer. En Tutti Frutti, dat draait natuurlijk nog. Het is 2 jaar geleden in Japan verkocht. En het draait op 35 kanalen wereldwijd. Dus ik heb niets te klagen. Meidje, je bent wereldberoemd, joh. Nou ja, ik krijg wel via internet heel veel e-mail van verschillende landen. Dat ik denk, nou zeg, hebben ze daar nu ook al verkocht? Dus ik krijg er nog steeds royalties over. Dus wat dat betreft, alleen maar goed. Nou, hartstikke leuk dat je het doet. Nou vraag ik me altijd af, hoe ben jij in dat werk komen rollen? Ik bedoel, was je als puber daar al, had je daar al feeling mee? Ik bedoel, wat is er gebeurd toen jij voor het eerst de televisie opging? Waar dan ook op de wereld? Nou, het is eigenlijk een beetje op een spirituele manier gegaan, wat veel mensen ook niet van mij weten. Maar ik zei op mijn 8e al van, goh mam, en ik was nog nooit in Italië geweest. Mam, ik ga op mijn 18e in Italië wonen, samen met allemaal modellen samenwerken en voor de Italiaanse tv een programma maken. Dus ja, waar ik het vandaan haalde, ik weet het niet, maar net 19 was ik en toen werkte ik dus voor Italiaanse tv Colpo Grosso, dus de voorganger van Tutti Frutti. Dus, en waar ben je in Nederland bekend door geworden? In Nederland heeft eigenlijk Veronica mij weggekaapt bij de Italiaanse en Duitse tv. Kreeg ik een programma Erotica. Dus eigenlijk was ik in de jaren 80 al een soort trendsetter van ja, wat nu eigenlijk cult is. Dus, hè, want wat je nu op tv ziet is natuurlijk veel heftiger dan waar ik mee begonnen ben. Maar dat probeer ik ook een beetje door te zetten. Dus wat je van mij ziet op internet en mobiele sites die ik dus zelf beheer, zie je ook niet verder dan Playboy. En verder doe jij natuurlijk, laat ik zeggen, openingen, hè? Van dit bijvoorbeeld. Ja, ik heb bijvoorbeeld met Matthijs van De Wereld Draait Door de opening van de AMA Awards gepresenteerd. Nou, dat zijn hele zware onderwerpen van de Karel Lipprijs. En dat gaat maar 3 uren door en dat gaat constant. Dus dat zijn best zware openingen. En dit is eigenlijk, nou ja, heb ik heel veel affiniteit ook mee, omdat ik natuurlijk zelf ook schilder. Erotiek is anders geworden dan vroeger, hè? Ja, je zegt net het SM, hè? Het sadomasochisme is er weer een beetje uit. Hoewel, alles is toch weer wat heftiger. Hoe geaccepteerd is het nu inmiddels? Nou ja, kijk, erotiek was inderdaad in de jaren 80, dat was nog van oei, en moet dat op tv? Hè? Het enige blad waar nog schande over werd gesproken, dat was bijvoorbeeld de Playboy. Nou, die is zelfs nu al netjes. Maar ja, het is zo moeilijk om erotiek te verdedigen, want het is maar wat er in je eigen hoofd speelt, hè?
Dat ik hou mezelf altijd bij het Playboy level, als ik het maar zo mag zeggen. En voor de rest wat anderen doen, ja, je ziet het toch in de commercialiteit ook, in de parfumreclames en zelfs in de Albert Heijn reclames, zie je dan soms een of andere dame voorbij lopen. Ik denk, oké, ik zie het verband niet. Maar het mag voor mij soms ook wel een beetje meer terug naar de slaapkamer. Ik wil nog even terug naar Italië. Hè. Je zegt, niet iedereen kan de Italiaanse televisie ontvangen. Daar moet je een satellietschotel voor hebben. Je zegt, ik werk met modellen. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Hoe ziet zo'n uitzending in Italië eruit? Wat kan je daar zien? Daar heb ik van die korte stukjes die ik dan aankondig. Van, weet je, mij desiderato di spogliare una ragazza che è affascinato dai regina vieni. Nou, dan komt er een mooie dame aan. Er zitten 25 dames om me heen. Allemaal in dezelfde jurkjes. En drie dames strijden tegen elkaar. Dus ze moeten kunnen schilderen, ze moeten kunnen dansen, ze moeten kunnen presenteren. Dus dat zijn allemaal onderdelen die dan per dag tussen die dames worden uitgevochten. En aan het einde van de dag worden ze dan gekroond als de koningin van de dag. Dus het is een dagelijkse show. En dat is dus miljoenen publiek in Italië. Kan je lekker nog over straat, Monique, daar in Italië? Ja, ik kom eerlijk gezegd net vandaan. Dus ik had niet echt tijd om te zonnen. Maar het is wel zo, ik heb altijd plek in een restaurant. Het is altijd de beste plek en de lekkerste wijn. En ja, je zit dan weer op Sardinië of in Toscane. En dan krijg je weer uitnodiging in, waar waren we laatst, Venetië, prachtig huis. Dus ja, daar word je wel op handen gedragen. En ja, Duitsland is ook een beetje het level wat hoger. Nederland is altijd wel weer leuk, dan kom je terug en dan hup. Weet je, dan wordt er weer voorgedrongen bij de kassa. En denk wel eens, het landje is een beetje klein. Maar het heeft ook wel weer zo zijn charme. Dat, ik kom tenslotte uit Friesland. En ja, opgegroeid met Vlier, die heb hem en Heit en Mem. Dus ja, die hele grote verschillen juist vind ik wel leuk. En het houdt je ook op de been. Je bent een wereldberoemde Friesin. Je gaat straks de boel openen. Ja. Ga je zo'n beetje, waar ga je het over hebben? Dat het dus een niet-ordinaire, niet-platte expositie is. Maar juist een vrouwvriendelijke, met een knipoog. En dat de humor voorop staat. En mensen vergeten dat zo vaak. Dat erotiek, dat moet bij gelachen worden. Ook in de slaapkamer. Want anders heb je geen goede seks. Ja, over knipoog gesproken. Ga je gang. Ik sta hier bij Belinda Tange. Je bent de vrouw van Jacques Tange, zeer bekend in Schiedam. Niet netjes wordt straks geopend, hè? Niet netjes 2008 door Monique Sluiter. Maar er is niet alleen maar op de Lange Haven 50 is er iets, hè? Er is er nog veel meer in Schiedam. Ja, we hebben nog twee locaties. Dat is Galerie Jacques Tange op de Grote Markt. Ja. Daar hangt een deel van de tentoonstelling. En er is een deel van de tentoonstelling in Huis de Poort op de Dam. Okay. Ik heb gehoord dat er in de kerk ook nog wat is. Klopt dat? Ja, dat klopt. In Huis ter Poort. Dat is een kerk? Dat is de oud-katholieke kerk op de Dam. En dat heet tegenwoordig Huis ter Poort. Ja. Daar is ook een deel van de expositie te zien. Daar hangt werk van Jacques. En daar hangt werk van Eunice Lieveld. En daar hangt werk van Christian Lieversen. Ja. Doet de middenstand ook nog mee? Ja, eigenlijk zonder namen te noemen hoor. Ja, de middenstand die doet ook mee. De chocoladeatelier op de Lange Haven, die heeft erotische kunst op chocola. Een restaurant op de Grote Markt, die heeft een ondeugend menu. In de bibliotheek is volgende week vrijdagavond zijn er schrijvers uitgenodigd en dichters. En er wordt bodypaint workshop wordt er gegeven. En de tentoonstelling reist hierna door naar België. Ja. Dan vanaf 11 oktober is die in de Markgraaf, Galerie de Markgraaf in Kanthout in België te zien. Kortom, tot wanneer kan men dit allemaal gaan zien? De tentoonstelling duurt tot 28 september. En hij is 3 dagen per week geopend. Vrijdag tot en met zondag van 1 uur tot 5 uur. Thank you.
krijgt het koud, zie ik. We gaan kijken hoe Monique Sluiter de boel gaat openen, oké? Oké, prima. En kom allemaal kijken. Oh ja. Nu zie ik eigenlijk pas hoeveel mensen er zijn. Ja. Welkom allemaal op deze regenachtige zondag hier in de Galerie Jabel in Schiedam. Een prachtige stad waar ik eigenlijk nog niet zo vaak ben geweest, maar dat moet ik zeker vaker doen. Welkom bij deze opening van Niet Netjes. Want ja, niet iedere kunstschilder is nou eenmaal even netjes. Ik vind het een heel leuk idee van de Schiedamse kunstenaar Jacques Tang, die toch kunst met een knipoog durft te exposeren. Want niet in iedere gallery verwacht je dus kunst zoals dit hier. Hè? Het is natuurlijk vrij erotisch. Maar daar ik de beschermvrouw ben van de erotiek en ook nog een keer friezin, dus over een goede dosis humor beschik, vonden ze mij de juiste persoon om deze expositie te openen. Aanvullende activiteiten georganiseerd. Waaronder de bibliotheek die aanstaande vrijdag een manifestatie heeft aan literatuur en erotiek. Hebben ook Bram Heil en Bart Slijp een medewerking gegeven. En die hebben besloten een strip uit te brengen. Dr. Victor van der Geldwolf. En hierbij het eerste exemplaar voor de beide heren. Oh, en die komen, het originele wordt in een aparte locatie tentoongesteld. En nadat hier de opening verricht is, gaan de beide heren naar hun eigen terrein. Ja. Proficiat. En als iedereen honger gekregen heeft, dan kan er een ondeugend menu in het restaurant het genuttigd worden. Zo is dat. Ik ga zo op dat oranje geschilderde doek ga ik een pin-up tekenen als dank voor mijn uitnodiging hier voor deze toffe expositie, om hier aanwezig te zijn. Want ik vind als beschermvrouw van de erotiek dat kunst, hè, wat ook in een AD geschreven wordt, of wat voor meningen er van andere mensen misschien naar voren worden gebracht, dat kunst moet gewoon kunst met een grote K zijn. Het moet met een dosis humor gebracht kunnen worden. Of het nu erotisch is of niet. Deze expositie is absoluut niet plat of ordinair. En ik verleen graag mijn medewerking eraan. Dus bij deze is de expositie Niet Netjes geopend. Ja.